In de nationale parken van Canada en Noord-Amerika genieten de dieren in september nog van de laatste warme zomerdagen. Na de verzengende hitte van de voorbije zomer zijn het de bladeren van de aspen- of ratelpopulieren die het eerst verkleuren. De ganzen vertrekken naar warmere streken als op de hoogste bergtoppen de eerste sneeuw valt. Eekhoorns zijn druk in de weer om hun wintervoorraad aan te vullen. Beren gaan op zoek naar zalmrivieren. Verse sneeuw smelt door de positieve temperaturen overdag. De bergrivieren worden hierdoor opnieuw bevoorraad met smeltwater. Het wordt steeds kouder met flinke nachtvorst. De winter zal niet lang op zich laten wachten. Het is de herfst die nog even de zomer laat kleuren.